Hey, hi, Potential Woman, topper, super dat je kijkt of luistert. En um, ik wil je vandaag meenemen in het stukje manifesteren. Hoe manifesteer je nu dingen in je leven die je heel graag wil? Um, ja, dat kan van alles zijn en... En het lijkt zo eenvoudig om te denken, hé, hey, dit wil ik graag, dus nou, dan focus ik mij daarop en dan bereik ik dat, mijn doel en dan ja, realiseer ik wat ik wil. Nou, misschien denk je meteen, oh nee, helemaal niet zo. Misschien denk je meteen, ja logisch, voor iedereen is dat anders en ik wil je heel graag meenemen in mijn gedachtegoed van manifesteren. Want ik geloof dat daar één ding sowieso heel erg cruciaal in is. En wat is dat dan? Nou, neem een voorbeeld. Uh, je wil heel graag uh, um, in je werk of in je business iets veranderen. Waarvan je denkt: Nou, weet je, uh, ik wil meer voelen dat ik uh, daar meer in mijn energie zit. Dat, dat ik er blijer van word. Want wat ik nu doe, uh, ja, daar word ik toch eigenlijk niet zo blij van. Of je wil een uh, nieuwe klant vinden. Of je wil een uh, nieuw bedrijf starten. Of je wil je bedrijf uitbreiden met iets. Of je wil uh, een ander huis. Of je wil een andere partner. Of je wil, nou ja. Anyway, het kan natuurlijk van alles zijn, hè? Uh, wat is dat voor jou? Nou, als je het mij vraagt, is een van de allerbelangrijkste dingen daarin. Om onderscheid te gaan maken tussen wat wil je en wat bedenk je vanuit je hoofd. En wat wil je vanuit diep van binnen, vanuit je hart? Waar verlang je zo ontzettend naar? En misschien denk je nu, huh? ja, dat zou best kunnen, uh, maar er zit wel een heel wezenlijk verschil in. Want vroeger was ik ook heel rationeel. Ik was altijd aan het denken, beslissingen maken, denken, 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 overdenken, er heel veel over praten om tot een antwoord te komen. Uh, nou, en dan had ik iets bedacht. Ik dacht dit is het, en ik focuste mij daar helemaal op. En toen ging het mis. Waarom ging dat mis? Omdat ik dat bedacht had met mijn hoofd, dat dat beter was, verstandiger was, leuker was, omdat iedereen het zo deed, noem maar op. Het kan van alles zijn. En het klopte niet met wat ik diep van binnen wilde. En omdat dat wat ik dus had bedacht niet werkelijk was wat ik wilde, kreeg ik het niet voor elkaar. Wanneer heb ik dingen wel voor elkaar gekregen? Door echt te gaan voelen naar echt naar binnen te gaan naar mezelf. Wat wil ik zo graag? Los van wat anderen vinden, los van wat anderen denken, los van wat verstandig is of wat zo hoort, los van wat iedereen om me heen zegt, los van wat er van me verwacht wordt, los van alle belemmerende overtuigingen in mijn hoofd, dat stukje. Als ik dat vond en mijn hart volgde, het ging doen zonder grote verwachtingen te hebben, want dat is ook ego-gericht, rationeel gericht. Oh, dan moet het dit en dan moet het zo en dan. Moet het er helemaal zo uitzien en zoveel moet je dan bereiken? Als ik dat ook losliet en puur vanuit wat ik van binnen voelde, wat ik zo graag wilde, en daar helemaal voor ging, en open stond voor alles wat er dan op dat moment op mijn pad mocht komen, dat waren de momenten dat ik de mooiste dingen in mijn leven realiseerde. Dat ik mezelf verwonderde over al het moois wat er dan ontstond. En doordat ik zo open stond om me te verwonderen, om... en dat ik losliet van wat moest of zou moeten gebeuren, dat dan de mooiste wonderen ontstonden in mijn leven. En... Um... Ik heb hier zelf ook hele harde lessen in gehad. Vandaar dat ik het nu ook echt met volle overtuiging kan zeggen: dat dit zo belangrijk is. Ik zeg niet dat dit de enige weg is, want ik geloof nooit in one size fits all. Maar ik geloof wel in dat je de energie van jezelf mag voelen. Dat waar jouw hart een sprongetje van maakt, waar je echt ontzettend blij van wordt, diep van binnen. Als je die energie voelt, als je die volgt, dat de mooiste dingen voor jou ontstaan. En het lijkt heel erg simpel om ja, nu te denken: oké, okay, dan ga ik zitten en dan ga ik voelen en dan weet ik het en dan ga ik het doen. Uh, ja, voor sommigen onder ons zal dat makkelijk zijn, want die zijn al zo ver ontwikkeld dat voelen vanzelfsprekend is. Ehm. Uh, dus blijf dan vooral bij je gevoel en blijf dat inzetten, super krachtig. En sommigen zijn heel rationeel, zoals ik vroeger ook was, hè. heel erg bedenken, overdenken, moeilijk beslissingen nemen, heel erg in je hoofd. En die mogen meer naar hun gevoel gaan als zij voelen dat dat voor hun mogelijk een weg is in het leven om meer uit het leven te halen. Uh, ik heb dat ook gedaan. Ik heb uh, leren mediteren, leren visualiseren, uh, terwijl ik dat vroeger nooit deed. En dat heeft mij ontzettend veel gebracht. Uh, dat heeft mij zoveel gebracht uh, dat um, ik nu, als ik iets wil, dus in tune op mijn intuïtie, op mijn gevoel, wat wil ik? En als ik dat pad volg, dan werkt het ook voor me. Ook al lijkt het pad dan langer te duren, want dat zegt dat ego. Hé, hey, ja, dat duurt langer, dus uh, dat moet je maar niet doen. Nee, ik heb inmiddels geleerd, dankjewel. Ego dat je wil waarschuwen, hè, want je rationele brein is, is niet negatief, maar die wil je vaak beschermen. Vanuit het overlevingsmechanisme wat we hebben vanuit uh, de, 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 de oertijd als mens. Uh, toen moesten we heel erg opletten voor gevaar. Dus dat brein, dat oerbrein is het oudste deel van ons brein wat we nog steeds hebben. En dat wil ons waarschuwen. Nou, en soms komt dat heel goed uit als we de weg over willen steken. Er komt een auto aan. Dus het, het is niet negatief, maar het werkt heel vaak tegen ons. En um, door meer naar je gevoel te gaan en je intuïtie in te zetten, um, zul je merken dat je makkelijker meer bereikt in het leven. Althans, voor de meeste mensen geldt dat wel zo. Um, ook dat heb ik dus aan de lijf ondervonden. En daarom wil ik je zo graag inspireren om jezelf open te stellen voor dat stuk en meer te gaan um, voelen. Dus op het moment dat je iets wil, um, of op het moment dat je ook uh, merkt dat je je veel zorgen maakt, dat je allerlei beren op de weg ziet, alle. Um, dat je belemmeringen voelt, dat je twijfels voelt, onzekerheden voelt, angsten voelt. Ga dan zitten. Ga mediteren. En dat hoeft echt niet een uur te zijn. En weet je, de enige dieper dan een ander. Um, ik kan zelf ook niet zo heel erg diep, maar daar zit ook anders weer een oordeel op. Er hoeft geen oordeel op te zitten. Ik bedoel, ga zitten, ga naar binnen toe, ga voelen. Wat is dat dan wat jij zo graag wil? En welk pad zie je dan voor je? Waar je blij van wordt, waar je energie van gaat bruisen. En ga van daaruit handelen. Ook al lijkt het dan langer te duren. Ik wens je heel veel inspiratie toe. Ik wens je toe dat je heel dicht naar jezelf mag gaan om van daaruit te gaan handelen. Die energie te gaan voelen en dat pad te gaan volgen. En ik wens je daar heel veel plezier mee. Als je mij nog niet volgt op social media, dat kan. Uh, via @DanielleLeuvering. Leuvering. Uh, je vindt mij op uh, LinkedIn, Instagram en Facebook. YouTube ook. En uh, mocht je nog niet op mijn e-maillijst staan, dan kun je je ook aanmelden om op de hoogte te worden van alles wat ik doe. Hé, hey, hele mooie dag en ik wens je een mooie reis naar binnen om van daaruit te gaan handelen. Tot de volgende keer!